Vandaag interviewen we Yvonne Hessel, de nieuwe lijsttrekker van de SP. Wat stellen jullie voor als het om wonen gaat? Overvecht is natuurlijk wel de groenste wijk van heel Utrecht. Ja. En alles wat gebouwd wordt, wordt zoveel mogelijk gebouwd met behoud van groen. Hier en daar zal dat misschien niet lukken, maar daar houden wij zeker de komende 4 jaar een oogje voor in de zaal. En wat is de rol van de coöperaties in dit proces? Betaalbaar te bouwen. Ook een stuk middenhuur. Daarmee komt weer een stuk sociale woningbouw vrij. Voor zelfbewoning als je een huis koopt? Dat moet verplicht worden. Ja? Ja, want Utrecht is net als alle grote steden in handen gevallen van beleggers. Je ziet het overal om je heen. Een huis wordt aangekocht en vervolgens worden de 4 kamers verhuurd. Het geeft overlast. Daardoor zijn er geen betaalbare huizen meer. Dus ze willen de grens nu gaan zetten op 440.000. Ja. Maar van mij mag die grens naar 600.000. Een zorgbuurthuis komt. Dat is eigenlijk... willen we een zorgbuurthuis dat we alle zorg, de huishoudelijke hulp, maar ook de thuiszorg, een huisarts, zouden we zoveel mogelijk bij de mensen dichtbij. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat mensen gewoon naar binnen kunnen lopen, dat het een heel open organisatie is bij de mensen in de buurt. Er zijn in Overvecht heel veel kinderen die niet naar de tandarts kunnen. Of die daar moeite mee hebben of die het niet kunnen betalen. Ik schaam me. Mag ik best weten, ik schaam me. Dat in ons land, in Nederland, hier in Utrecht, dat gebeurt. Ja. Dat kinderen niet naar een tandarts kunnen. Ja. En we hadden heel vroeger de schooltandarts. En ja, wij als SP zeggen invoeren. Jullie zeggen het minimumloon moet 14 euro worden? Absoluut. Ja? Ja. Is dat betaalbaar? Dat is betaalbaar en dat is nodig. Dat hebben we uit laten rekenen als je mensen een menswaardig bestaan wil geven. Ja, ja. En dat willen we met z'n allen. Yes. Maar goed, we moeten nou eenmaal wel met de praktische realiteit dealen. Maar als het minimumloon omhoog gaat, dan kunnen mensen daar gewoon een menswaardig bestaan van leiden. Hoe kunnen we meer banen creëren voor de jeugd en voor andere mensen? Ik ben hier al hele leuke initiatieven tegengekomen. Bijvoorbeeld de Technische Tuin, die leiden mensen op. Of ze, wat voor achtergrond ze ook hebben, maakt niet uit. Leiden ze op voor technische beroepen, zoals loodgieten, tegelzetten. Nou, we weten allemaal, iedereen die een badkamer wil laten betegelen, weet het. Het is een drama, want je moet 2 jaar wachten. Ja. Dus wij kunnen deze jongeren een vak gaan leren. Een aantal mensen die voelen zich niet altijd heel veilig in deze wijk. Hoe kunnen we nou zorgen dat de veiligheid verbetert in Overvecht? Ik denk dat er de laatste jaren toch al vrij veel inhaalslagen zijn gebeurd. We hadden eerst echt onveilige dreven of een winkelcentrum waar niemand meer wilde komen. Er zijn heel veel initiatieven geweest. Toch zijn de meest werkbare initiatieven ook in onze ogen. Dat zijn bijvoorbeeld de buurtvaardersprojecten. Dat je de ouders van deze, het zijn toch vaak jongelui. Dat je de ouders erbij betrekt en hun hele sociale omgeving erbij betrekt. En dan is het goed veilig te maken. Ja, soms ben je toch afhankelijk van cameratoezicht. Men is van plan om hier in Overvecht de wijk gasvrij te maken. Is dat haalbaar en betaalbaar? Schandalig, gasvrij en dan beginnen met een wijk in Overvecht. Een wijk waar de mensen al zoveel moeite hebben om rond te komen, waar de armoede grootst is. En dan gaan ze hier beginnen. Ja, ik had er geen woorden voor als SP'er. Waarom moeten de mensen in Overvecht op de SP gaan stemmen? Omdat wij zijn voor een beter Overvecht, een beter wonen. Met gelijkwaardigheid en menswaardigheid op de eerste plaats.